Ik ben Lisette. Ik ben Johanne. En dit is Anne TV. Welkom lieve Anne TV-kijkers. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Anne TV. We zijn inmiddels aangeland bij aflevering nummer 6. En we hebben vandaag Johanne aan de desk. Nou, jullie kennen Johanne natuurlijk van Anne TV vorig seizoen. Maar is ook inkoopster van onze merken binnen Anne van Toor. Superleuk om hier vandaag weer te zijn. Zeker. Vorige week hadden we een winactie. Nou, daar is massaal door jullie op gereageerd. Win 50 euro shoptegoed voor jou en je vriendin. Jullie hebben allemaal je favoriete pak uitgekozen. Blijf kijken, want aan het eind van de aflevering maken wij bekend wie de winnaressen zijn. Ben benieuwd. Ja, leuk. Deze aflevering uiteraard weer vol inspiratie. We behandelen vandaag het in-between jasje. Dus eigenlijk een jasje. Het wordt, jullie merken onderhand dat het allemaal 's ochtends weer wat kouder wordt. 's Avonds is het snel weer wat kouder. Ja, wat voor jasje trek je dan aan over je outfit? Ja, en je hebt wat nodig voor in de auto, op de fiets. Bijvoorbeeld. We hebben een groot aanbod. Ja, ontzettend veel variaties op. Dus laten we beginnen met de eerste look. De eerste twee looks die jullie gaan zien gaat over het packable jasje, het gestepte jasje. Een jasje die je makkelijk even ook in je tas kunt stoppen als het weer wat warmer wordt. Kim laat jullie twee verschillende outfits zien. Kim showt hier de allereerste outfit van vandaag met een sportief jasje van Anna Blue. Dit is echt zo'n in-between jasje. Het is niet een volledige winterjas, maar het is ook zeker warmer dan een gewone blazer. Ze combineert het hier met een stoere denim van Anna Blue. De rechte pijp. Er zijn vrij weinig broeken die nog echt smal en strak zijn. Ze rolt hem hier heel leuk op, zodat de boots goed te zien zijn. En een mooie blouse van 10 Days. Kim draagt hier een mooie outfit volledig van Moskou. Het jasje wat ze hierop draagt is echt een bondsgevoerd jasje. En het leuke van dit jasje is dat hij dus reversible is. Dus je kan echt kiezen welke kant je wilt dragen, zwart of groen. Nou ja, groen past natuurlijk perfect in deze sportieve look. Mooie sweatrok met een ripje van Moskou en een heerlijke comfortabele sweater daarop. Hey Johan, je zag hier twee sets, ton sur ton, mooie sets. Kan je er nog iets meer over vertellen? Ja, ton sur ton, dat zeg je goed. Dat zie je op dit moment ook heel erg veel. Dat zijn eigenlijk dezelfde type kleuren met bij elkaar combineren. Dus eigenlijk de kleuren hoeven dan niet precies op elkaar afgestemd te zijn. Maar uit één kleurpalet kies je dan wat kleuren en die combineer je bij elkaar in één set. Ja, en je zag het reversible jasje, je ziet meer dat soort type jassen. Ja, hier was het korte jasje van Anna Blue te zien. Dus ja, je kan ervoor kiezen om de teddy buitenkant of de gladde buitenkant. Ja, binnenste buiten, buitenste binnen. Het is maar net hoe je het wil noemen. Twee voor de prijs van één eigenlijk. Leuk. We gaan naar de volgende set. We gaan een set zien van 10 Days. Voor onze 10 Days fans onder ons, aankomende zaterdag is in Alphen aan de Rijn een 10 Days event. Wil je comfortabel, maar wel met een modische twist? Kom maar Alphen zaterdag. Zo is het. We zien een comfortabele outfit van het merk 10 Days. Het beestbaljek is uitgevoerd in een materiaal- en kleurenmix. Wat je ook terugziet in de trui die Kim hier onder het beestbaljek draagt. Ze maakt de outfit af met het jogger in een reptielenprint. Met sportieve bies aan de zijkant van de broek. De broek is baggy en loopt taps toe. Verschillende zachte bruintinten zien we terug in het modische jack van het merk Cocouture. Je kan het jack loose fit dragen of tailleren zoals Kim dat doet met het tunnelkoord. Kleuren in de outfit zien we terug in het vest van Fabienne Chapeau. Het vest heeft mooie details en dat zie je terug in de knoopjes. De jogpant maakt de outfit af. Deze is van Anna en blendt mooi qua kleuren bij elkaar. Voor een koude dag mag de muts natuurlijk niet ontbreken. Deze is van het merk Moskou. Voor iedereen die nu inschakelt, we maken de winactie aan het eind van deze aflevering bekend. Dus wie heeft shoptegoed voor jou en je vriendin gewonnen? We laten het straks weten. Blijf kijken. Dan nog even over de sets die we zo net zagen. Je zag daarin twee prints, nog steeds de dierprints. Ja, dat is eigenlijk een ongoing print, zeg maar. Dat wat een soort van basis in je garderobe is geworden. In allerlei verschillende items. Ja, net zag je het bijvoorbeeld in de broek terug van 10 Days, maar ook bijvoorbeeld weer in een jasje. Een jasje van Cocouture, trui, noem maar op. Ja. Volgende outfit. De ruitjes. We gaan naar de ruit. Ook echt een trend wat je ontzettend veel ziet op dit moment. De ruit. Kort, lang, wijd, smal, noem maar op. We gaan zo meteen twee jasjes zien. Een korte en een lange variant. En dit zijn ook echt jasjes die je ook heel goed als vest of als korte blazer binnen kunt dragen. Dus ik zou zeggen, op naar de outfit. Kim draagt hier het korte ruitjasje van Anna Blue.
heel leuk om ook even te tailleren, dus dat je de koordjes even aantrekt. Zij combineert het eigenlijk een beetje casual sportief met een mooie flare in een biodenim van Lois en een hele frisse kobalttrui van Cocouture. Naast de korte varianten zien we ook veel lange varianten en alle lengtes daartussenin. Dit is een mooie van Object. Veel van de ruitmantel zit eigenlijk altijd ook wel een klein beetje wol in, dus ook echt oprecht lekker warm. En ze draagt het hier met een sportieve jurk van Anna Blue in een jersey ribstofje. Zo'n lange is natuurlijk perfect om over zo'n jurk te dragen. Dat waren de twee verschillende ruitjacks. Lisette, jij draagt ook nog een superleuk kleurrijk ruitjack. Ja, hij is van Anna. Hij is niet gevoerd, waardoor je hem ook heel goed straks, als het wat kouder wordt, ook gewoon binnen kan dragen. Maar nu natuurlijk leuk voor buiten. Ik combineer hem met dat leuke paars, waardoor hij vrolijk wordt. Ja, en er zit wel een klein beetje wol in, hè? Dus hij geeft wel ook echt warmte. Ja, ja, zeker. Buiten wol, ruitjacks, packables, zien we ook veel imitatiematerialen. Ook dit zie je terug in de jas die zo meteen komen gaat. En let ook even op de broek die ze draagt bij de bodywarmer. Kim draagt hier een imitatie Lemmy van Moskou. Heel sportief gemaakt door de capuchon die erop zit. En zo net zagen we een jackje van Anna Blue die reversible was, dus binnenste buiten te dragen. Geldt ook voor deze jas, dus dubbel functioneel. En hij is lekker dun, dus het is echt zo'n hele fijne jas die je makkelijk even over wat voor outfit dan ook aantrekt. Voor bijvoorbeeld in de auto. Ze combineert het met de denimrokje en een kabeltrui, allebei van Anna. En niet te vergeten de hoge laarzen. Bij dit soort type rokjes absoluut een must. Hier combineert Kim haar outfit met een bodywarmer. Echt een nieuwe trend van dit seizoen. Heel makkelijk over wat voor outfit dan ook heen te combineren. Dus hier is het echt over een lekkere warme wollen trui. Nou, en als je dan even die bodywarmer eroverheen trekt, dan heb je net wat meer warmte. Zij draagt een fake leather broekje van Anna Blue. Een blouseje ook van Anna Blue en met een modische felle accentkleur in het oranje met een trui van Anna. Ja, leuk. Hey, die bodywarmer, die is echt wel nieuw, hè? Ja, dat is wel echt een nieuwe trend op dit moment. Een bodywarmer is natuurlijk ontzettend makkelijk eigenlijk over van alles heen te doen. Ook de blazer bijvoorbeeld. Ja, als het dan toch net wat te koud is om zo de deur uit te gaan, doe je die er nog eventjes overheen. Of je leren jasje die je waarschijnlijk toch al in je kast hebt. Ontzettend makkelijk item. Precies. En toen? Laten we gaan naar de winnaressen van de winactie. Yes. Ja, tromgeroffel, de winactie van vorige week. Win 50 euro shoptegoed voor jou en je vriendin. We gaan de winnares bekendmaken en de winnares is geworden Marianne de Waal Brine. Ja, je kon bijna niet kiezen, dus ik zou zeggen kom met je vriendin Mirjam Hakkes de Waal naar een van onze winkels en verzilver jullie 50 euro shoptegoed. Gefeliciteerd Mirjam en Marianne. Stuur even een mailtje naar marketing@annevontoor.nl. En zouden jullie wel vaker zoeken, winacties, net als vorige week, voorbij zien willen komen? Ja, laat het even weten in de comments, dan allicht doen we dit vaker. Leuk. Hey Johan, super bedankt dat je er vandaag was en dat je ons ook nog vertelde over de laatste trends. Fijn om er weer te zijn. Zo is het. We gaan deze aflevering afsluiten. We willen jullie natuurlijk bedanken voor het kijken naar Anna TV. En tot volgende week. Tot volgende week.